Ben je een beetje aan het inlezen, Stekel? Ja, nee, ik zit een tijdlijn te bekijken van fictieve en echte robots. Dat vind ik wel heel interessant. Er staan heel veel dingen in die ik absoluut nog niet wist. Nou, dat is mooi. Je gaat nog veel meer nieuws horen dit komende half uur. Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Hallo Robot is een boek van Benny Mols en Nieske Vergunst. Nieske, welkom. Dank je wel. De ondertitel van het boek is De Machine als Medemens. Dat is al een positieve ondertitel in deze tijd. En dan zeggen jullie ook nog eens een keertje bovenaan het blog wat ik op je website zie. Wij zijn niet bang voor robots. Mm-hmm. Waarom vind je het belangrijk om dat te vertellen? Nou, er zijn best veel mensen die wel een beetje bang zijn voor robots. En dat is ook eigenlijk een van onze belangrijkste redenen om het boek te schrijven. Mensen worden gewoon een beetje zenuwachtig van robots, omdat ze bijvoorbeeld in science fiction films zien. En dan snap ik, als je de Robocop of de Terminator voor ogen hebt, dan snap ik best dat je daar zenuwachtig van wordt. Of bijvoorbeeld mensen zien een robot die super goed is in schaken. En mensen die heel goed zijn in schaken zijn ook heel slim en die kunnen allerlei andere dingen. En mensen realiseren zich dan vaak niet van, oh, die robot die super goed is in schaken, die is alleen maar heel erg goed in schaken. En die gaat niet per se dan ook morgen meteen mijn baan overnemen. Even een simpel begin. Wat is een robot? Ja, dat is altijd een goede om eventjes te beginnen. Ja. Leggen we ook inderdaad uit echt als allereerst in het boek. Ja. Een robot is in principe een fysiek iets wat kan waarnemen, denken en handelen. Fysiek is belangrijk. Fysiek is belangrijk. Dus een computerprogramma is in principe geen, wordt wel vaak een bot genoemd. Ja. Maar denken is geen, ja, waarnemen, denken, handelen. Denken in de zin van ik iets zie van gelijk processing. Voor me waarnemen, dat is een iets met sensoren, camera's. Sensoren. Ja. Handelen, ja, je draait je arm of je loopt of je doet iets. Maar denken, ligt dat dan eens uit? Nou ja, denken eigenlijk in de zin van die informatie verwerken en dan tot een actie komen. Dus eigenlijk is dat wat computers ook doen. Dat is min of meer gewoon het processen van dus die input uit sensoren. Maar is meer if this then that dan dat het denken is, toch? Oh ja, dat is meteen een hele filosofische discussie wat we eigenlijk denken. Kijk, niet alle robots zijn per se. Ik kan het ook aan het eind van de uitzending. Ja, ik ga even verder met jou. Ja, maar kijk, je hebt natuurlijk wel. Kijk, kunstmatige intelligentie is natuurlijk een onderwerp wat best wel vaak wordt genoemd in één adem met robots. Ja. Robots hebben vaak ook wel inderdaad iets van AI in zich. Dat zijn natuurlijk wel de interessantste robots. Dat zijn de robots die het meeste kunnen, maar een robot hoeft niet per se een super intelligente, zelflerende schaakrobot te zijn. Nee. Als we even bij die robot waarvan jij zegt het fysieke element is belangrijk. Hè? Het is niet alleen software, het is niet alleen maar. Maak dat eens tastbaar, zichtbaar. Waar zien wij dat of waar gaan we dat zien? Nou ja, waar nu echt al decennia lang, al gewoon een halve eeuw, robots super veel worden gebruikt, is in fabrieken, robotarmen. Dat is ook, ja, dat ergens weet je dat natuurlijk ook wel. Hè? Ik bedoel, je ziet zo voor je van die grote assembly lines waar dan auto's of telefoons zo in elkaar worden gezet. Ja. Daar werken ze eigenlijk al sinds de jaren 60 zelfs al. Maar dat is natuurlijk nog heel ver weg van mensen. Dat zijn robots die echt in industriële toepassingen worden gebruikt. En wat je nu ziet is dat robots steeds dichterbij gaan komen. Er zijn al mensen met een robotstofzuiger in huis. Dat gaat waarschijnlijk ook steeds meer worden als die dingen ook steeds beter worden. En robots op de werkvloer waar je echt mee kan samenwerken. Dus die niet achter een hek moeten staan omdat ze, als je daar tussendoor loopt, dat je dan soort van meegesweept wordt door zijn arm. Maar goed, robots waar je echt gewoon zij aan zij mee kan samenwerken. Die ook veilig zijn voor mensen om mee samen te werken. Dat gaat ook steeds meer komen. Een van de voorbeelden daarvan die we in het boek ook noemen is een chirurgische robot. We hebben iemand geïnterviewd, een chirurg dus, die met een robot opereert. En het mooie is, die robot die haalt allerlei dingen zoals trillingen uit de handen van die chirurg eigenlijk weg voordat hij dus die operatie doet. Dus, en daardoor kan je veel preciezer en veiliger eigenlijk opereren. Ja. En ik geloof 90% van de prostaataoperaties worden nu al met zo'n robot gedaan. Ja. Hey, je begon met de fabrieken, we kennen natuurlijk allemaal wat je zegt. De beelden kennen we op zijn minst van de auto's die op die manier in elkaar gezet worden. Ik wil eigenlijk bijna eerst zeggen, die zijn niet bedreigend, maar die zijn natuurlijk ook bedreigend geweest. Want die zijn bedreigend voor werkgelegenheid geweest. Ja, voor inderdaad eigenlijk simpel fysiek werk, herhalende klussen, dat zijn dingen waar robots eigenlijk vooral heel erg goed in zijn en beter in zijn dan mensen. Dus zwaar werk,
herhalend werk. Dingen die super precies moeten en dan elke keer hetzelfde de hele dag door. Mensen zijn er eigenlijk helemaal niet zo goed in, want die hebben niet goed geslapen. Of op een gegeven moment, je bent 3 uur bezig en dan laat je eens een keer een schroefje vallen. Mm-hmm. Dus dat zijn dingen die inderdaad al tot op zekere hoogte overgenomen zijn door robots. Waarbij het wel goed is om op te merken dat, ik geloof dat het Toyota was, die had vrijwel hun hele productieproces door robots laten doen. Die hebben uiteindelijk toch weer een paar procent daarvan weer terugvervangen door mensen. Klopt. Want dat bleek gewoon toch beter te werken en efficiënter te zijn. Dus in die zin is het ook niet alleen maar concurrentie. Is het nou heel raar dat ik het altijd een beetje lastig vind dat je dat allemaal op één hoop gooit? Want ik maak altijd graag het onderscheid tussen machines en robots. Ja. En ik weet niet precies wat dan mijn onderscheid daartussen is, maar we hebben altijd machines gehad, industriële revolutie. Ja, zeker. Ja, dingen worden, weet je, met machines kon je dingen gaan doen die vroeger mensen veel ingewikkelder konden doen. En heel veel van wat jij nu robots noemt, zijn natuurlijk eigenlijk gewoon machines. Ja, machines maar dan iets slimmer. Ja, die draaien zo en dan doet het zo. En daarmee kun je een handeling uit mensenhanden nemen. Ja, ik moet daar net, ik denk daar maar ook eens over dat na. Heeft dat dan ook, weet je, dat zijn toch heel ander soort robots dan waar het nu eigenlijk over gaat? Ja, klopt. Dat is wel waar. Kijk, wat je verder nog, bijvoorbeeld behalve die chirurgische robot, wat je ook nog gaat zien. Dat is ook een machine, vind ik. Ja, is dat een machine? Ja, dat is misschien een machine die je bedient als mens, maar het is wel een machine die zelf ook iets doet, namelijk die trillingen uit de handen halen. Het is niet de chirurg, ik heb het gezien, de chirurg, die kijkt gewoon zoals die anders ook zou doen naar het beeldscherm en die gaat een lichaam in en doet een handeling, maar dat hij heeft die robot vast en hij stuurt die armen aan. Dus daarvoor is het niet het verschil dat... Ja, maar de definieringskwestie hoor. Nee, zeker. Maar wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is dat jij zegt, het is niet gewoon een machine. Machine, denk ik van, die doet eigenlijk precies hetzelfde wat je aan het begin verteld is. Voor mij komt het robot-element erin, dat hij analyseert en misschien een andere handeling onderneemt op basis van... Ja, weet je wel, op basis van de foto of op basis van de... Persoonlijk vind ik daar wel een verschil. Nou, wat daar denk ik goed is om nog even het onderscheid te noemen, is verschillende maten van menselijke input eigenlijk die zo'n robot of machine nodig heeft. Je hebt robots die echt compleet autonoom zijn. En dat noemen we dan de human out of the loop. Dus dat zijn robots die... in principe je Roomba, je robotstofzuiger, daar hoef je verder niks. Die zet je op de grond neer en die plug je in en dan kan die gewoon zelf zijn ding doen. Heb je verder niks mee te maken. En dan heb je de human on the loop. Dus dat is de mens die dan wel meekijkt en ingrijpt als nodig is. En dan heb je nog de human in the loop. Dat is zo'n chirurgische robot bijvoorbeeld, waar echt de mens ook nodig is om die robot... Samenwerken, ja. Precies, iets te laten doen. En dat is ook wel een onderscheid. Ja, die drie niveaus van inderdaad samenwerking, die kan je ook wel onderscheiden. Jij zegt, jullie zeggen, wij zijn niet bang voor robots. Mm-hmm. Maar voor welk element van robots ben je wel bang? Welk element? Is het alleen maar goed? Robots gaan wel ook dingen veranderen. Ook op de arbeidsmarkt en in de wereld. En ik denk dat je dat tot op zekere hoogte kan vergelijken met de invloed van computers of internet of smartphones. Die zijn gewoon auto's. Auto's, precies. En er zijn gewoon... door al die dingen zijn er mensen die banen kwijtraken. Komen er ook weer nieuwe banen bij... Maar het gaat gewoon wel dingen veranderen. En ik zie wel dat we nog niet helemaal klaar daarvoor zijn. Als je ook kijkt naar... Er is nu al een tekort aan mensen die goed kunnen programmeren. Dat gaat natuurlijk alleen maar meer worden als er meer Ik vond juist jouw boek ook wel weer heel geruststellend. Als je het dan zo eens op een rijtje zit. Hè, en dat vind ik het leuke. Ik heb het nog niet helemaal gelezen, maar ik heb er doorheen zitten bladeren. En het geruststellende vind ik dat je het in historisch perspectief plaatst. En heel veel... Volgens mij, je bent wetenschapper, dat lees je er ook heel erg in. Je hebt heel gedegen onderzoek gedaan. Dat je bijvoorbeeld in die grafiek hier van fictieve en echte robots schrijft dat in 1965 de kunstmatige intelligentie-pionier Herbert Simon voorspelt dat machines binnen 20 jaar al het werk kunnen doen dat mensen doen. Dus jij bent gerust dat het niet gebeurd is eigenlijk. Ja, maar dat was dus in 1985, was dat zeker niet zo. En
Misschien wel de leukste anekdote weet je, nu daarover. Hoor ik dat ook weer de hele dag. Ja. Weet je, nu zeggen mensen over 10 jaar of hier over 20 jaar. En ja, ik vind het juist leuker van zo'n boek dan dat je het allemaal weer een beetje in perspectief gaat plaatsen. En de hypes van de feiten kunt onderscheiden. We zijn zo slecht met z'n allen in het voorspellen van de toekomst. Ja, dat kunnen we helemaal niet. Nee, de birthplace eigenlijk van kunstmatige intelligentie was een conferentie in de jaren 50. Waar echt de grote geesten uit, je kon het toen denk ik nog niet kunstmatige intelligentie noemen, maar filosofie of wiskunde was toen. Ja. Die zeiden, laten we even kijken wat we moeten doen om computers intelligent te laten worden. Het kan toch niet heel ingewikkeld zijn, hè, om computers op niveau van mensen te kunnen laten functioneren. Ja. Oké, wat zijn dan de dingen die moeilijk zijn? Schaken, dat vinden we wel heel erg moeilijk. Oké. Wat zijn dingen die makkelijk te doen moeten zijn? Waarneming, daar zetten we een groepje stagiaires op. Dat is een project van 3 maanden. Ondertussen zijn we dus 60 jaar later en hebben we wel computers die kunnen schaken, maar het waarnemen, gewoon goed beeldherkenning, dat is gewoon nog steeds. Onze gezamenlijke vriend Michiel Buitelaar zegt altijd, de machines zijn goed in alles waarvan wij denken dat het eenvoudig is, en zijn slecht in alles waarvan wij denken dat het moeilijk is. Ja, en dat is denk ik ook wel een inzicht. Nee, andersom. Wat... andersom. Ja. Nee, ja, hij doet als voorbeeld een overhemd, Dat lukt ze gewoon niet. Of de traplopen, zegt hij, hoewel wij daar al wel allerlei goede voorbeelden van hebben gezien, dat er best al wel robots zijn die een trap kunnen lopen. Ook al een voorbeeld is van de wasopvouwen. Maar goed. Maar het zijn wel dingen die voor robots super moeilijk zijn. Maar dingen ook als een gesprek voeren zoals wij nu doen en aanvoelen wanneer je aan het woord bent en emotie herkennen en dat soort dingen. Daar zijn robots gewoon echt nog niet zo heel goed in. Ze worden wel steeds beter erin, maar het zijn wel dingen waarin robots echt nog geen concurrent zijn voor mensen. Nee. Maar zitten we nu in een periode van grote versnelling? Nou, wel qua kunstmatige intelligentie. En dat heeft vooral te maken met big data en natuurlijk rekenkracht. En dat betekent ook wel weer dat maakt voor robots ook heel veel mogelijk. Maar dus dat in die zin wel. Ja, die versnelling, want dat beweert iedereen, hè? Mm-hmm. Wat is dan de impact van versnelling in kunstmatige intelligentie op wat jouw definitie dan van robots is? Als je bijvoorbeeld kijkt naar zelfrijdende auto's, een heel belangrijk onderdeel daarvan is natuurlijk beeldherkenning. Die auto moet kunnen waarnemen wat er om hem heen gebeurt. Dat gebeurt op allerlei verschillende manieren, maar... dus echt beeldherkenning in de zin van wat staat er op een foto, dat is wel iets wat de afgelopen 10 jaar gewoon... een super grote vlucht heeft genomen. En waar nu, omdat er dus gigantische databases zijn met miljarden, geloof ik, plaatjes erin. Gelabelde plaatjes. Dus op deze foto staat een eend. Op deze foto staat een hond. Krankzinnig, wat je met Apple, met Google, precies. Weet ik veel wat. Als je naar zoekt. Voer je allemaal in een... sowieso. Als je daar zoekt naar... Ja, image search, dat is gewoon geniaal. Goed. Klopt, ja. Ja. Nou ja, dus dat soort dingen maakt dus ook weer zelfrijdende auto's veel meer mogelijk. Maar als je het hebt over... doe even deze zelfrijdende, zelflopende robot eventjes. Maar als je kijkt naar dat... Je leidt je af. Ja, bedankt hè. Ja, ja. Ik zal haar stopzetten. Jullie proberen zeg maar met je ondertitel ons een beetje gerust te stellen. Van wij zijn helemaal niet zo bang voor. Waar zit, denk jij, het omslagpunt? Want vinden mensen het idee van een zelfrijdende auto, als ze in hun Tesla zitten en ze zitten op die bank en hij gaat vanzelf rijden, is dat een beangstigend ding? Of wordt het pas een beangstigend ding als het, bij wijze van spreken, dichter naar de... Als het meer op een mens gaat lijken. Goeie vraag. Ik denk dat er bij veel mensen wel een angst bestaat. Kan een robot mijn baan niet beter of goedkoper doen dan ikzelf? En daar is het in ieder geval zo dat er echt heel weinig banen zijn die echt voor 100% door een robot overgenomen kunnen worden. Zelfs relatief simpele banen zoals schoonmaken. Hè, dan zie je dat vloeren kunnen prima gedaan worden door robots. Maar als je het al hebt over... Stel deze tafel, als iemand hier even tussendoor zou komen met een doekje... dat kan allemaal prima, je tilt dat snoer even op en je tilt die robot even op. Voordat je een robot maakt die dat net zo goed kan, ben je echt weer een heel eind verder. Dat zijn best nog lastige dingen. Dus ik denk dat daar dus die angst voor een deel vandaan komt, dat er ook gewoon elke keer als er iets in de krant staat over robots, dat er dan ook weer wordt aangehaald, misschien gaan robots je baan wel overnemen. Ja. Ja, ik hoorde vandaag, sprak toevallig iemand, die kwam net terug uit China, waar hij een fabriek had bezocht, waar die maakte beveiligingscamera's. En dat hele productieproces daar was
voor 80% geautomatiseerd, maar juist ook weer niet voor 100%. Nee, precies. Omdat ze daar heel erg de filosofie aan hingen dat heel veel dingen, die zijn eigenlijk zo simpel door mensen te doen. En er zijn net wat te veel uitzonderingen in de procedures. Klopt, dat het zoveel tijd en energie zou kosten om dat te automatiseren of om daar robots voor in te zetten. Dat mensen daarvoor toch altijd het betere alternatief blijven. Nou ja, als je het inderdaad hebt over de was opvouwen, je kan daar een robot voor maken die dat doet. Maar dat is waarschijnlijk een robot die best wel relatief langzaam werkt. Die heel veel energie gebruikt, best lastig is om te bouwen. Terwijl het voor mensen zo simpel is, dat je dan ook denkt, ja, dat heeft dan ook gewoon... Kijk, in theorie kan je een wasopvouwrobot maken, maar het heeft gewoon niet zoveel zin. Nee. Ja. Je kan dat echt zoveel makkelijker door mensen laten doen. En dat geldt voor veel dingen. Hoe ziet jouw huishouden er over 10 jaar uit? Of 20 is waarschijnlijk een betere vraag, want 10 jaar is eigenlijk... Ja, dat blijf ik ook weer even bij mijn notoire lastig om de toekomst te voorspellen natuurlijk. Ja. Maar ik denk wel dat er dan... dat een deel van de klussen in huis wel door robots gedaan kunnen worden. Nou ja, bijvoorbeeld de vloeren stofzuigen en dweilen. Dat ja, is lekker. Dan gebeurt 's nachts dan eventjes. Jij ligt te slapen nou, allemaal. Bijvoorbeeld, ja, precies. Ja, dat is super makkelijk. Maar ik denk dat er ook... je hebt natuurlijk nu al van die paaltjes die op tafel staan waar je tegen kan praten. Hey, Alexa, ja. Wil je wc-papier bestellen? Ja. Of zet een muziekje op, of wil je een foto van ons maken? Dat zou ook heel goed kunnen dat een robotje wordt die zich ook een beetje door het huis kan verplaatsen. Ja. En dan als ik in de keuken sta, vliegen, dan even gaat vliegen om dat mooie. Ja, dan even naast me komt staan dat aanrecht. En dan als ik dan, oh joh, de uien zijn op, zet die op de boodschappenlijst. Zoiets zou ook echt heel, heel goed kunnen. Ja. Hey, wat is jouw eigen fascinatie met robots? Want je hebt 2 jaar aan dit boek gewerkt, las ik ergens. On en off ongetwijfeld. Ja, maar de laatste maanden wel in stand. Ja, wel een soort fascinatie, denk ik. Nou, een deel van die fascinatie komt dus wel uit het feit ook dat ik zie dat heel veel mensen robots echt een beetje spannend vinden en eng. En dat ik dat dus helemaal niet zie. En dat ik dan denk, ja, ik wil dit gewoon heel graag uitleggen aan mensen. Maar een deel daarvan komt eigenlijk ook... omdat robots, en dan heb je het bijvoorbeeld ook over speelgoedrobotjes zoals dit. Robots maken technologie ook gewoon heel menselijk en heel soort van cute, heel schattig. En dat vind ik ook, ik bedoel, robotarmen in fabrieken hebben dat natuurlijk weer minder. Maar mensachtige robots, die zijn gewoon heel leuk, zijn heel charmant. Kunnen heel charmant zijn, kunnen ook heel eng zijn trouwens. Is het ook nog een cultureel ding? Want de dingen die ik op televisie zie, dan zie je natuurlijk altijd... Dan lijkt het zo te zijn dat mensen in Japan het makkelijker accepteert dan wat wij doen. Ja, maar dat is net al zo. Wat ik daarover begrijp, in ieder geval, ik ben natuurlijk geen Japan-expert, maar in Japan zien mensen sowieso voorwerpen minder als dingen en meer als iets wat een soort... geest heeft en dan niet in een soort zweverige zin, maar stel je schoenen zijn gewoon versleten en er zitten gaten in, dan bedank je ze eerst voordat je ze weggooit. Ja. En die manier van denken maakt het, denk ik dan, ook makkelijker om inderdaad iets bewegends of iets wat een beetje levend lijkt in je huis neer te zetten. Dus een robotje, robothondjes, gezelschapsrobotjes. Ja. Dus volgens mij zit dat erin en dat we dat... in het Westen wat minder hebben. Ja, ben ik nou heel nuchter of cynisch als ik ook daarvan zeg van ja, weet je, al die, weet je, of het nou een, vroeger hadden kinderen konijntjes die als je ze opwond dat ze bewogen en nu, toen had je dit soort dingen waar jij er een van hebt meegenomen, die wind je op en dan gaat ze lopen en nu heb je ook weer speelgoed. Ja. Voor een groot gedeelte zijn die dingen in huis is natuurlijk ook een soort speelgoed. Ja, jawel. Aan de andere kant heb je gewoon het automatiseren van zich herhalende menselijke handelingen. Wat volgens mij we ook al honderden jaren doen. Zoveel mogelijk. Nou ja, in die zin zijn robots inderdaad ook helemaal niet per se spannend. En wordt het dan eigenlijk pas interessant als die dingen gaan denken. Ja. Ik las vanochtend of gisteren in de krant dat... mensen die er echt verstand van hebben, zich wel zorgen maken om gevechtsrobots. Ja, nou ja, dat soort dingen heb je wel. Maar daar zitten algoritmes in, er zitten computers in, er zit heel veel informatie in waarvan niet meer iedereen precies snapt hoe dat dan werkt en wat voor afwegingen zo'n robot maakt op het moment suprem. Ja. Namelijk, die heeft de opdracht om een bepaald persoon uit te schakelen in een oorlogsgebied.
is op dat moment zoveel procent zeker dat die persoon het is? Waar leg je nou de grens? Gewoon die hele simpele vraag. Klopt, en dat zijn superbelangrijke vragen. En wat eigenlijk het jammere is, dat heel veel van de aandacht voor dat soort vragen wordt afgeleid door, oh mijn god, robots gaan de wereld overnemen. En dat is helemaal niet een relevante vraag. Maar inderdaad, vragen over hoe ver willen we gaan met inderdaad killer drones? Is de privacy van camerabeelden die door robots worden gemaakt goed geregeld? Is de veiligheid goed geregeld? Dat zijn hele concrete vragen die nu al spelen. En dat is superbelangrijk dat we daar nu over nadenken. En ja, inderdaad, drones die inderdaad autonoom targets kunnen uitschakelen. Ja, ja, dat is echt heel erg de vraag of we dat willen of niet. Nou ja, wel efficiënt. Ja. Het gebeurt. Het is oorlog, ja. Dus wel efficiëntie in oorlog vind ik wel een toegevoegde waarde. Nou, dank voor deze toevoeging. Ja, nou, maar kijk, daar heb je natuurlijk wel weer... Kijk, als oorlogsdeskundige. Wat een bijkomende kanttekening wel weer is daarbij, is dat zo'n systeem misschien niet perfect is. En als je traint op data... Een goed voorbeeld daarvan is de Twitter-bot die Microsoft een tijdje geleden had gelanceerd. Die bleek, die ging dingen leerde van wat je tegen zei. En die werd binnen de kortste keren, liep dat totaal uit de hand tot een soort racistisch, ja, dat was een beetje de Godwin, seksistisch ding. Ja, binnen drie zinnen was... Ja, nou ja, kijk, als je op zo'n manier robots die over leven en dood gaat trainen, dan is dat ook wel echt heel erg gevaarlijk. Hey, maar stel nou eens dat de angst van sommige mensen wel terecht is. Hè? Dus dat de robots heel veel werk overnemen. Wat je volgens mij ook best met onderbouwing ook wel kan. Ook ja. Maar dus is er dan niet het probleem... Dan zijn de robots niet het probleem. Maar is dan niet het probleem dat we met z'n allen moeten gaan kijken van hoe richten we onze wereld in? Nou ja, en wat exact, vinden we belangrijk? Ja. En wat is waarde? En wanneer voeg je waarde toe? Ja. Dus dat is tenminste zoals ik er een beetje naar kijk. Ja. Dus zijn de robots dan het probleem? Of moeten we gewoon met z'n allen kijken van hoe zit onze wereld in elkaar? En moeten we naar werk en waarde en klopt, en dingen kijken? Ja, en dat is natuurlijk weer, nou ja, wat ik ook zei, natuurlijk een beetje hetzelfde als met de opkomst van computers. Is er ook inderdaad van alles veranderd en zijn er nieuwe banen gekomen en andere banen? En nee, maar wat ik daar altijd een beetje gevaarlijker van vind, is dat mensen altijd dit doen, hè? Ja. Terug gaan kijken. En dan, maar als we terug gaan kijken, wil niet zeggen bij een volgende ronde van technologie ook weer zo is. Hè? Misschien is het nu wel zo dat al die kutbaantjes verdwijnen. Ja, ja. En ja, maar een deel van de kutbaantjes zijn toch ook verdwenen met computers of met internet? Ja. Nee, zeker. En kijk, ik denk dat we ook ons überhaupt als maatschappij moeten afvragen, oké, tot waar willen we dat robots komen? Zijn er banen die we gewoon nog steeds door mensen willen laten doen? Ook al zijn ze misschien prima te automatiseren. En misschien willen we dat gewoon niet. Misschien kan je prima een robot kinderjuf maken. Dat kan ook. Wat je eigenlijk met die schaken zegt is. Ja. Weet je, natuurlijk, er is een hele goede schaak. Dat weten we nu. Maar we hebben nu eenmaal toernooien voor mensen. Ja, precies. Ja, je kan daar En dan mogen de robots er niet mee. Nee, die mogen gewoon niet mee. Dan zoek het lekker uit. Ga je eigen toernooi organiseren. Ja. In hoogovens, je hoogovens schaaktoernooi. Ja, dus daar is de rol natuurlijk al lang af van dat soort dingen. Ja, je kan schaakcomputers tegen elkaar laten. Ja, oké. Okay. Lijkt me niet heel leuk. Nee. Maar inderdaad, op het moment dat ze het kunnen, is het niet leuk meer. Maar als je kijkt naar robotvoetbal, dan kunnen ze eigenlijk nog niet zo heel goed. Ja, dat is dus wel leuk om te kijken. Om te kijken ook, ja. Ja, tot op het punt dat natuurlijk... Dat is natuurlijk vaak zo van dingen, als je eigenlijk net niet helemaal... Nou ja, klopt, maar dan is het spannend. Ja. Hey, wat ik wel fascinerend vind in je boek, want daar zit ik nu al de hele tijd in te kijken. Je hebt twee tijdlijnen bij elkaar gezet. Ik laat hem even... Ik zie niks op mijn monitor, maar ik denk dat het zo wel ongeveer in beeld is. Twee tijdlijnen op elkaar. De bovenste is fictieve robots, die in films met name voorkomen. Ja. En de onderste zijn echte robots. En dan zie je, dat iedereen die van science fiction houdt weet dat zo werkt, dat de robots vaak eerst in films bedacht worden. En dan 20 jaar later alsnog door iemand ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Op z'n vroegst. Op z'n vroegst. Maar wat me nou echt opviel, die bovenste lijn, die is leeg. Weet je wel wat het is? Al 3-4 jaar komen er vooral remakes en vervolgen uit. Dus er komen niet echt de laatste robot... Een nieuwe Terminator. Er komt een remake van Westworld. Zo'n beetje is Star Wars. De laatste Star Wars film. Ja. Dat is 2015. Nee, ik heb echt zitten zoeken. Maar het is weer de
16e Transformers, het is weer de vijfde Robocop. Ja, de Terminator, het is Terminator 26. Dus ja, ik vind dat ook wel jammer. Ik zou nog wel eens weer gewoon echt een heel nieuw soort van inderdaad robot science fiction. Dat is, ja, nou ja, een goed voorbeeld daarvan vond ik bijvoorbeeld wel Real Humans, een Zweedse serie. Ja. Die gewoon ook weer echt hele... het is een serie die gaat over robots die echt mensachtig zijn. En in principe min of meer evenveel kunnen als mensen. En dan krijgen ze allerlei vragen ook. Mensen die verliefd worden op zo'n robot, moet dat dan kunnen? Sommige mensen vinden dat heel vies of heel eng. Maar ja, is dat dan een kwestie van... gewenning misschien ook? Precies, gewenning. Moeten die robots dan ook mensenrechten krijgen? Dat vind ik interessante dingen. Ja. Maar ja, dat is... Het is toch fantastisch als je verliefd kan worden op een perfecte robot? Nou ja, je leest er veel over de seksrobot. Ja, is dat interessant als een robot perfect is? Dat hoeft dus niet, want dan kan je gewoon zeggen... ik wil een robot die net niet perfect is, toch? Ja. Dat kan je dan zeggen. Precies, imperfecties kan je dan ook benoemen. Ja. Ja. Dat is wat je daar het beste van wil, ja. En Johan Schaap zegt, we gaan gewoon werk creëren voor mensen die het missen. Ook als dat werk niet meer nodig is. Tuurlijk. Ja, maar je kan kleren kopen in de winkel. Er zijn toch nog meer dan genoeg mensen die kleren liever zelf maken. Ja. Ik wil eten, je kan ook kant-en-klaar eten kopen. Je kan ook zelf koken. Dat zijn natuurlijk meer van dat soort keuzes die je... En we denken eigenlijk te snel in extreem als het over dit soort dingen precies. gaat. Ja, maar dat is in feite geen andere keuze dan dat de een die schildert zijn eigen huis... en de ander die huurt een schilder in. Ja. Weet je, dat is... Klopt. Ja. Ja, en dat is een kwestie ook van of je het leuk vindt en of je er tijd aan wil besteden. Of precies. En zo zie ik het natuurlijk ook met automatisering. Want dat is heel vaak natuurlijk wat jij ook onder robots verstaat. Ja, maar jij bent heel erg... Nuchter in over thema's mee. Nee, maar joh, niet zo... Maar dat meen ik serieus. Ik vind het echt een heel leuk boek, maar niet zoveel nieuws onder de zon. Je vindt robots niet zo spannend? Nou, heel veel van de dingen die jij beschrijft, denk ik, dat zijn hele logische volgende stappen uit de industriële revolutie. Het zijn machines, die nemen menselijke handelingen over. En kijk, ik heb vaak het idee dat de discussie waar het nu heel veel over gaat, is die intelligentie. Ja. Het feit dat kunstmatige intelligentie echt met een hele snelle inhaalslag bezig is. Machine learning, dat soort zaken, dat gaat die machines echt veranderen. Klopt, maar vind ik wel heel interessant. Maar al die andere dingen, het automatiseren van gewoon de dingen die we doen... Ja, voor mij is dat altijd zo geweest. Ja, maar goed, maar nu wel in een andere mate dan... Ja, dan, is dat echt zo? Nou ja, robots die kunnen schaken, dat was natuurlijk... Dat is, dat ja, is wel, maar dat jij, is wel jij noemt wel soort... die stofzuiger die zelf rondrijdt, een robot. Maar de afwasmachine noem jij geen robot. Nou ja, dat is... Nou, oh ja, dat ja, ik vind dat ook een zeggen, ja. Dan vind ik dat ook een robot, want die kijkt zelf hoeveel erin staat. En bedenkt zelf van wanneer die klaar is. En dat vind ik ook allemaal best heel slim. Mijn wasmachine die draait een korter programma als er minder gewicht in zit. Ja, is dat dan... Ja, ik vind het, kan je dat onder denken scharen in het hele waarnemen, denken en handelen? Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Daarom noemde ik het in ik denk altijd dat... If gewicht is groter dan 10 kilo, draai een half uur en anders 10 minuten. Maar kijk, de interessante robots zijn natuurlijk de robots die meer kunnen dan dat. Dat zijn de robots die, die bijvoorbeeld echt op menselijke biologie gebaseerd zijn of op dierlijke biologie. Ja. Nou ja, andere dat zijn dan niet robots volgens jouw definitie van het fysieke, maar kan een bot een boek schrijven? Is kunstmatige intelligentie, kan die even goed als de Beatles zijn? Inderdaad, kan een robot of een computer creatief zijn? Daar hebben we het ook over in het boek. Ja. Dat is de vraag. Robots kunnen best een concept wat er is. Daar kan je natuurlijk, je kan liedjes schrijven zoals de Beatles. Je gooit daar alle Beatles liedjes in. Ja, maar daarvan denk ik het wel eens, weet je. Maar dat is, daarvan denk ik dan van, oké, zo zeg ik het eigenlijk ook. Hè, want weet je, als er iets al geweest is, dan kan een computer dat heel goed. Ja. Weet je, maar dan is het altijd een slechte, of niet een slechte, misschien niet eens slechte, misschien is het een goede versie van wat er al was. Maar omdat het er al was, heeft het nooit dezelfde impact. Maar... Waarom zou het niet kunnen in de volgende fase dat die computers dat wel gewoon kunnen? Dat ze wel gewoon de nieuwe muziek, de nieuwe Beatles voor ons gaan maken. En dan nog, dat is wel prettig. Meer goede muziek en beter. Misschien kan dat inderdaad ook. Dan gaat het denk ik vooral over het combineren van hele onverwachte dingen. Ja. Dat je echt een nieuwe muziekstroming of een nieuwe muziekstijl bedenkt. Ja.
En dat kan een computer natuurlijk alleen maar als een menselijke programmeur daar, weet ik veel, data in gooit. En is het dan eigenlijk nog de computer die creatief is? Of was het die programmeur die had bedacht dat we daar zowel de Beatles als Mozart in gooien? Ja, en laat ik zo zeggen, ik ben er tot nu toe van overtuigd dat een computer hele nieuwe dingen kan doen. De vraag is alleen of wij als mens dan dat weer, of het niet te ver afstaat, nieuwe dingen bedenken is voor mij met muziek niet zo ingewikkeld. Nee. Maar het moet eigenlijk net dichtbij genoeg staan bij wat we al kennen om het een succes te maken. Maar dat is ook inderdaad een interessante. Je hebt dus ook geen robot weliswaar, maar een computerprogramma die net gelanceerd vorige week, die boeken kan schrijven, soort van. Heet Azibot. En je typt een stukje. En dan, dat computerprogramma heeft 10.000 boeken, dacht ik, gelezen. En gaat dan gewoon 200 tekens bedenken, aansluitend aan wat jij net hebt geschreven. En dat kan hij prima, maar dan vervolgens beoordelen of dat ergens op slaat of niet. Dat kan hij niet. Dan moet je toch. Maar kan hij dat nog niet? Dat is mijn vraag eigenlijk. Ja. Ik een beetje, jij zegt eigenlijk als creëren soort kan, je zegt maar een beetje als geruststelling steeds. Hè? En ik denk dan bijvoorbeeld, in mijn Google inbox, als wat ik in het Engels doe, krijg ik 3 potentiële antwoorden die ik eigenlijk allemaal over het algemeen eigenlijk heel erg goed vind. Ja. Dus, weet je, dus, maar dat is dan misschien, min of meer. Gaat best wel verder hoor. Gaat best wel in een soort menselijke zinnetjes. Ja. Weet je wel? Dus het. Al die dingen zijn dan uiteindelijk. Hij kan niet voor jou bedenken welk van die 3 antwoorden je gaat geven. Nee, of hij kan ook niet bedenken of ik chagrijnig nu ben en geen zin in een afspraak. Maar dit is ook, eigenlijk is dat een beetje de strekking van het boek. Al die dingen zijn eigenlijk samenwerking weer tussen mens en machine. Ja. Dus dat is eigenlijk een machine die input geeft. Heel positief verhaal, want iedereen moet lezen die zich zorgen maakt. Dat moet vast ook iets zijn waar jij je wel zorgen over maakt. Als het gaat over robots. We gaan hier niet weg voordat jij gezegd hebt waar je zorgen over maakt. Nou, waar ik me wel zorgen over maak is dat robots wel ongelijkheid op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Dus mensen die, de programmeurs en de interactieontwerpers en zo, die zullen over 20 jaar zeker nog steeds een baan hebben. Er zullen alleen maar meer banen voor zijn. En er zijn hele simpele, schoonmaakbanen kunnen niet 100% door robots worden overgenomen. Maar er zijn banen die daar in het midden zitten, die wel geautomatiseerd kunnen worden door robots of door machines. En die gewoon gaan verdwijnen. Dat zijn mensen die dan misschien te laag geschoold zijn om echt zelf te gaan programmeren. Die eigenlijk te hoog geschoold zijn om dan vervolgens als schoonmaker te gaan werken. Wat gaan we daarmee doen? Ja, dat zijn wel dingen. Ja, waarvan ik nog niet weet wat we daarmee moeten doen. Meer de sociale impact dan dat je echt denkt dat de robots. Ik denk niet dat de robots echt de wereld gaan overnemen. Nee. Ja. Nee. Nou, houden we daarom, weet je. Ik had ook met de brommer naar jou toe kunnen komen vandaag. En ik ging toch op de fiets. Dat is toch een beetje het verhaal. Ja, precies. Hey, dankjewel. Mooi boek. Ja, heel erg bedankt. Ja. Het ziet er ook nog eens prachtig uit. Zou ik ook nog bij willen zitten. Er is wel eentje gewoon als die in de winkel ligt waarvan je denkt van die pak ik op en neem ik mee. Dus goed, dat allen. Jij heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. We bedanken zoals altijd Freedom Lab, van waaruit wij uitzenden. Bier & Co. voor de biertjes. Wat had jij voor een... Ik had een hele lekkere Stone IPA. Stone IPA. En ik drink vandaag de Wijn Stefane. We hebben altijd één man die dwars wil doen. Heineken. En die neemt zijn eigen Heineken mee van huis. Even kijken. PQR zorgt voor de hosting van de website. Ik heb nog nooit de Heineken meegenomen. Nee, dat is waar. Oh nee, sorry. Ik gelul dit. Ja, oké. Het is gewoon TV, man. Het is TV. Weet je wel. Ja, het is TV. Even kijken. Wie ben ik nog vergeten? Jetstream uit Groningen. Het bedrijf dat ervoor zorgt dat we altijd vanaf 9:15 live te zien zijn. Dank jullie wel. Dag.